Nederland een markt mogelijk gaan maken voor energie-neutraal renoveren of renoveren naar energie-neutraal. De gedachte is dat heel veel partijen daar wat voor moeten doen. Er moet aanbod komen, er moet vraag komen, een beetje op schaal, want anders kan het aanbod niet innoveren naar een lage prijs. Er moet bij de overheid het een en ander gebeuren, banken moeten gaan meewerken, taxateurs, et cetera. En de gedachte is dat we dat komend half jaar vanaf 1 juli gaan uitproberen, dus dat we een soort pilotfase ingaan. En dat we met elkaar in deze 2 dagen afspreken wat we in die pilotfase gaan doen en van elkaar verwachten. Vandaag hebben alle partijen die relevant zijn voor het maken van een markt voor energie-neutrale renovaties voor particulieren in Nederland, hebben elkaar veel beter leren kennen en hebben afspraken met elkaar gemaakt wat iedere partij moet doen om die markt te creëren. Het is voor de gemeente heel belangrijk om hier aan deel te nemen, omdat wij heel graag snel tot concrete voorbeeldwoningen willen komen binnen onze gemeente. Want wij geloven heel sterk in het concept zien doet geloven. En wij willen dit laten zien aan onze inwoners. De afgelopen 2 dagen vond dat wij met z'n allen hier heel veel gedaan hebben en dat wij daar heel veel energie van gekregen hebben om dat weer mee naar huis te nemen eigenlijk, naar ons bedrijf, om daar nu volop mee aan de gang te gaan om te zorgen dat wij dat product aan het eind van het jaar gereden hebben. Wat wij vanochtend hebben gedaan is de bouwpartijen de gelegenheid gegeven om zichzelf te presenteren. Dat hebben ze gedaan naar aanleiding van pilotwoningen waar ze een keuze voor hebben gemaakt. En zo hebben ze ons in ieder geval een heel goed beeld gegeven hoe ver ze staan en of het bereikbaar wordt de 0, 10, 45. De volgende stap is dat we andere thematieken gaan uitwerken, met name op financiering en prestatiegarantie. De innovatieroute. Wat we hebben gedaan met de aanbiedende partijen, we zijn met 5 mensen vanuit Energiesprong, hebben we afgelopen 2 weken alle aanbiedende partijen ofwel telefonisch bevraagd of zijn we daar langs geweest om te achterhalen, hoe gaan we dat nou bereiken? Wij liggen 0, 10, 45 neer. Is een enorme uitdaging, maar hoe reëel is hij en hoe kunnen we vanuit Energiesprong toch ook de aanbiedende partijen begeleiden om hier een succes van te maken? Nou, ik vond het een hele goede dag. Het geeft er weer inzicht in hoe andere partijen naar kijken. En het prikkelt jezelf ook weer om weer verder te kijken waar je al mee bezig bent. Want je hikt soms tegen punten aan waar je denkt van, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Hoe is je doorkijk weer? En dan krijg je altijd wel, mensen horen weer opmerkingen van ja, nou, dan moet ik denken, moet ik daar weer verder mee doorgaan. Vanmiddag zijn hier bouwers, banken, gemeenten, corporaties, makelaars, taxateurs bij elkaar gekomen om uit te zoeken hoe zij van praten over kunnen gaan in handelen. Handelen om nul op de meter concepten daadwerkelijk aan de man te kunnen brengen bij consumenten die dat willen. En daarvoor een deal te gaan sluiten waar iedereen de handtekening onder kan zetten, zodat het echt gaat gebeuren.
De volgende stap is dat de bouwers, de gemeentes, de energiecorporaties, de makelaars, taxateurs en de banken samen gaan uitwerken op papier hoe zij tot concrete pilots gaan komen. En dat op papier uitwerken, dat betekent gewoon concreet wat staat er in de deal waar ze elkaar aan gaan houden om te zorgen dat die pilots ook een succes worden. Inspirerend. Heel goed om met het onderwerp 0 op de meter scherp bezig te zijn en de ontbrekende kennis te vinden die wij nog nodig hadden voor ons concept en verder uit te gaan werken. Echte mensen met echte verhalen, echte ervaringen. En het gaat inderdaad over kiezen. Wat ik hier kwam doen is in ieder geval kennis delen met anderen. En in eerste instantie is natuurlijk wel wat halen. Want je bent met je ontwikkeling bezig en je komt er dingen tegen van hoe ga ik er verder mee. En anders is het weer interessant dat je ook dingen kan brengen. Want als je kan brengen, dan is mijn materie waar je mee bezig bent bij anderen bekend. Waar ze op kunnen reageren naar mij toe. Naar een beetje kennis van mij. En dan krijg ik ook kennis terug. En dat is de enige manier waar ieder gewoon vooruitgang kan boeken. En de ontwikkelingen, deze is toch wel weerbarstige materie. Maar ontzettend veel mogelijkheden en kansen. De volgende stap is dat deze partijen samen een overeenkomst sluiten om met elkaar vast te leggen dat ook echt de dingen gebeuren die je van de ander nodig hebt. In zo'n dealproces zijn er eigenlijk veel meer partijen die tegelijk een stapje moeten nemen. En dat is wat we vastleggen in zo'n deal. Morgen ga ik verder met het contact met onze klanten, wat we inmiddels opgestart hebben. Dus consumenten, kopers. Daarvoor hebben we de eerste woning opgenomen en gaan we verder mee aan tafel om ons concept uit te werken en tot een totaal aanbod te komen. En dat gaat heel snel komen. Ik ga een kort verslag van deze tweedaagse schrijven voor de eigenaren binnen onze gemeente die al hebben aangegeven van ja, ik stel mijn woning beschikbaar. En ik ga heel snel met een aantal collega's en bestuurders binnen de gemeente praten om ervoor te zorgen dat wij deze deal echt gaan tekenen. Mijn collega's informeren, enthousiast maken. Eind van de week zitten we bij onze fabriek om daar de volgende stappen te gaan initiëren. Nou, ik wens iedereen toe dat hij heel veel energie blijft steken in dit initiatief. Want ik ben echt een believer wat dat betreft. We moeten naar een gebouwde omgeving waar energie, vooral fossiele brandstoffen, uitgeschakeld gaan worden. Daar past dit initiatief heel goed bij. Maar vooral ook kunnen we daarbij een hele mooie comfortslag gaan maken in de gebouwde omgeving. En vooral ook als bouwondernemingen, als aanbiedende partijen, veel meer productgericht aan de gang gaan. Totaaloplossingen gaan bieden in plaats van alleen maar capaciteit geven op basis van de klantvraag. Wat ik partijen toewens die samen met ons in dit traject zitten is het vertrouwen dat we er samen uit gaan komen, maar wel op voorwaarden, en daar is die deal belangrijk in, dat de tijd van mitsen en jamaren een beetje voorbij is. Daar hebben we het afgelopen maanden eigenlijk over gehad en nu moeten we gewoon echt de intentie uitspreken. Wij gaan ons hier hard voor maken en dat zal bij alle partijen een beetje pijn doen. Maar die pijn die moeten we nemen, want daar komt denk ik en we gaan een heel mooi kind baren samen, laten we het zo zeggen. Nou, alle partijen wens ik heel veel succes en met hun uitdaging, want het is echt een uitdaging waar we aangaan naar een onzekere toekomst die we weten die wel een mogelijkheid geeft. Maar dat geeft ook wel de thrill om te zorgen dat je dat voor elkaar kan krijgen, dat we die markt kunnen oppakken en dat die markt echt loskomt, dat wij daar klaar voor zijn.